deze koelkast, want daar lijkt het op, is een vluchtsimulator. En er komt een film uit, Sully heet die, met Tom Hanks. Dat gaan we in de uitzending behandelen. Maar ik mag straks, kunnen we samen, hij gaat vliegen. Ik ga erbij. Oké. Wij gaan vliegen. Ik heb nog nooit van mijn leven gevlogen. Maar wij gaan dus een noodlanding simuleren. De echte noodlanding op de Hudson River in Manhattan. Waar het vliegtuig gewoon een noodlanding heeft gemaakt op het water. Hier. Umberto and Frank, this is Sully Sullenberger in California. I'm wishing you well. I'd love to be there myself and witness this simulation, but I can't be. So here's what I'd like for you to do. Try to go back in time to January 14th, 2009, before Flight 1549 landed in the Hudson River. And imagine if you'd been flying airliners for almost 30 years, had never been challenged in an airplane so much that you doubted the outcome, and then suddenly faced an ultimate challenge of a lifetime. What would your body's reaction be? What would you think? What would you do? How would you respond? And respond in that way in real time. Heb je hem al gezien? Nee, ik zie het ook nu voor het eerst. Dat is super. Wauw. Nou, klaar? Yes. Oké. Okay. Cactus 1549, clear for takeoff runway 04. Cactus 1549, clear for takeoff 04. You have the controls, ready? I have controls. You have the controls, takeoff. Wow, dit voelt echt als vliegen. Meer. Ja, heel goed. En we zijn los. Positive rate. En dan zeg jij gear up. Gear up? Ja. Dit is zo lastig. Er zijn zoveel dingen waar je naar moet kijken. Ik ben echt helemaal... Wow. Nou, op dit ogenblik doen we aftertake of checklist. Wow. Nou, daar begint het al. Wow. Aftertake of checklist done. En dan zijn we van, shit, wat hebben we? Maar je voelt het ook meteen weg, meteen wegvallen. Ja. Lost of trust. Oké, my controls. Oké, your control. Oké. Non-normal checklist, loss of thrust on both engines. Mayday, this is a Cactus 1549. Hit birds, we've lost thrust on both engines. We are turning back towards the water. Engine start, switch it, both. Oké. Engine start levers, both. Yeah. When EGT decreases, engine start levers, both. IDLE detent. Oké, nou dat weten we dat dat niet gebeurt. Mayday. Cactus 1549. Lost both on two engines, need to return back to LaGuardia. If EGT reaches 950 degrees Celsius or there is no increase in EGT within 30 seconds, engine start lever. Confirm. Cactus 1549, if we can get a few, do you want to try to land runway 13? Flaps 5. Take flaps 5. Flaps 5. Yeah. Too low. Yeah. And flaps 15. Too low. Terrain. Too low. Terrain. Okay, we're gonna crash. Brace for impact. Brace. This is the captain. Brace for impact. Whoa! Zo. Nou, dit was het. En nu schoven ze door naar links. Jeetje, Mina. Ja. Je schrikt gewoon. Ik weet het en je schrikt. Laat staan dat je het niet precies weet wanneer die impact is en hoe die impact is. Ja, dat is het. Die weet niet hoe. Sully is een held. Sully is definitely a held.